Nou, heel fijn te horen van de heer Pol dat ook PVV geen oorlog met Rusland wil. Maar dan toch mijn vraag, want we geven natuurlijk massief steun, hè, aan Oekraïne. Het is meer dan 10 miljard euro, dronecoalitie. En is het niet zo, als je zoveel steun geeft en blijft geven, we hebben een voortrekkersrol, zegt de minister zelf, dat je dan op een gegeven moment het risico loopt dat je vanzelf in oorlog geraakt met Rusland? Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kijkt de PVV tegen dat risico aan? Dank u. Kijk, dat risico dat je dus die oorlog escaleert, moet je serieus nemen. Ik denk dat iedereen dat moet doen, vooral als defensiewoordvoerder. Ik denk dat de regering dat ook moet doen. Daarom hebben we ons in het verleden ook vaak tegen een escalatie van die oorlog uitgesproken. Maar het is gewoon waar. Deze coalitie gaat onverminderd door met de steun aan Oekraïne. Dat hebben wij afgesproken in het hoofdlijnakkoord. En wij zijn goed voor onze handtekeningen. Dus daar gaan we ook mee verder. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je dus inderdaad in ogenschouw neemt dat er een mogelijkheid bestaat dat het conflict escaleert. En daar moeten we echt goed naar uitkijken. Even als dat mag. Is wel uw tweede vraag en ook tevens uw laatste vraag. Nou, uw tweede vraag, meneer Van Houwelingen. Ja, nee, heel veel dank voor dit antwoord. Ik begrijp natuurlijk dat u ook gebonden bent aan het regeerakkoord. Maar ik vraag dit aan u als Kamerlid van de PVV, dus de PVV-fractie. Hoe kijkt de PVV-fractie aan tegen dat risico? En ook, we geven massaal steun, 10 miljard euro, met dat risico als gevolg. Wellicht oorlog met Rusland, maar ook aan een land dat mogelijk, dat vind ik ook een belangrijk punt, betrokken is bij een aanval op ons, namelijk op die Nord Stream. Dus het kan zijn dat we, ik zou bijna zeggen, het verkeerde land steunen. Dus als je dat allemaal afweegt, los van het regeerakkoord, ik begrijp dat u daar gebonden bent, maar hoe kijkt de PVV, dat moet toch ook voor de PVV moeilijk voelen? Hoe kijkt de PVV daar tegenaan? Ja? Dank u. Dank u wel, voorzitter, en dank voor de vervolgvraag. Dat is ook de reden dat ik met de heer Wilders en de heer De Roon vraag heb gesteld aan de premier en onder andere aan deze minister van Defensie. Op een reactie op inderdaad de aanslag op de Nord Stream. En ook de verbondenheid van Oekraïne en zelfs president Zelensky met de opdracht daarvoor. Die beantwoording was heel duidelijk. Dit kabinet wacht het verdere onderzoek af en gaat niet speculeren. Goed, dat is dan het antwoord wat je krijgt op die vragen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij die vragen niet voor niks hebben gesteld. En dat die zorgen er dus ook zijn, zeg ik tegen de heer Van Houwelingen. Dan heeft u een vraag van de heer Nordkamp van de Partij van de Arbeid. GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dank voorzitter. Mijn vraag.